tot straks. Wauw, oké, het is 4:15. Ik denk dat degenen die in Hilversum en omgeving wonen dit wel zullen herkennen. Niks nieuws onder de... Jawel, oh, horizon, die zit daar ergens. Wah. Anyways, ik rust even uit. Ik kan jullie vertellen dat ik niet terug ga. Een beetje energie sparen voor vanavond. Vanavond nog het een en ander te doen. Maar dit is een lekker tochtje. 20 kilometer. Ik denk als ik het grof wegreken, als ik het ietsje rustig had gedaan, 10 km per uur. Dat is langzamer dan vroeger. Maar er zit ook 10 jaar verschil tussen. Maar we kunnen het in ieder geval zo weer oppakken. En het gaat lekker. Dus dat gaan we vaker doen. Ik zou zeggen, een prettige avond, middag, ochtend, whatever, als en wanneer je dit bekijkt. Doeg! Zo. Deze trein gaan we nemen. Dit wordt de sprinter. We gaan terug. Ik ben natuurlijk lekker rondgechased in Utrecht. Ik bedoel, pardon. Jongen, dat wordt de volgende namelijk. In Hilversum. Lekker even aan net geweest. Lekker wat gedronken. En nu gaan we dan uitgebreid terug naar huis. Met de trein. Een beetje energie over. Op deze manier kunnen we vanavond nog doen. Want, voor geval het niet op tv komt, ik ben net geïnterviewd. En niet zomaar, dat was voor Nederland 3, schijnbaar, ik moet het nog zien, vanavond om 11 uur. Dus dat zou dus vandaag de eerste zijn, in juli. En daar ben ik best wel van geschrokken. En ik vraag me af of een aantal van jullie dat weten. Ik ga het in ieder geval wel op mijn gemakjes uitzoeken. Kennen jullie het verschijnsel foute banken? Wat blijkt nou? Komt er vrij nou? Dus, ik ga dat zo even doorzetten. Nu te veel lawaai. Zoals ik al zei, wink. Nee, jongens, even serieus. Zoals ik al zei, blijkt dus dat er een aantal banken zijn die goed fout zijn. Ik weet niet hoe waar het verhaal is en hoeveel ik het moet geloven. Het klinkt in ieder geval als een behoorlijke mogelijkheid. Waar het om gaat is de wapenhandel. Nou blijkt dat ING op de eerste plaats staat en Rabobank op de tweede plaats. Meer kon ik er niet aan informatie uithalen van de interviewers. Maar ik ben wel geschrokken. Want ik zit bij de ING. Automatisch, dankzij de postbank. Maar wat gaan jullie ermee doen? Hebben jullie tips? Hebben jullie een idee? Geef het maar aan. Ja, dat is wel.
Nou, hier zitten we dan. In Amersfoort, we zijn terug. We gaan zo doorrijden. Lekker op huis, ja. Ja, heel simpel. Als ik heel eerlijk ben, dan gaan we even omdraaien. Zien jullie daar wat ik zie? Dat is dus een kantoor van ING. Ik laat het niet helemaal zien, omdat ik dan mogelijk extra problemen krijg. Daar heb ik geen zin in. Maar ik blijf hier wel even zitten voor de boodschap. De ING, om het eventjes kort samen te vatten, die schijnt dus mee te doen in de betalingen van wapenhandel. En dat is iets waar niemand wat mee te maken wil hebben volgens mij. Niet in deze tijd. Even te bedenken dat dan betekent dat dus degenen die allemaal bij de ING zitten, dat die dus allemaal zorgen dat er flink gespekt kan worden. Dat is al even eigen conclusie natuurlijk voorbarig. Dat er dus zogenaamd mogelijk toch het een en ander verkeerd zit bij de banken. Ik weet niet of jullie de film kijken, hij was met Nicolas Cage, Lord of War, hebben gezien. Dan zou ik dat in ieder geval een aanrader noemen. Dan krijg je in ieder geval een beetje een beeld van hoe de zaakjes voor elkaar zijn. Ik had niet gedacht dat het zo'n realiteit zou zijn. Nogmaals, hierbij een oproep om te vragen aan degenen die dit eventueel horen en zien en bekijken. Kom erop met een tip. Geef er een betere bank. Degenen die hier eventueel meer vanaf weten. Ik zou zeggen, vertel me wat. Ik heb op dit moment niet echt direct tijd om dingen uit te gaan zoeken. Ik ben het wel van plan om in ieder geval wat meer informatie te achterhalen. Ik ben bang dat er niet veel informatie te achterhalen valt. Simpelweg vanwege het feit dat, als het al zo onbekend is, en mogelijk heeft het wel verstrekkende gevolgen, zo'n nieuwsbericht. Nogmaals, het is dus het nieuws van 11 uur vanavond op Nederland 3. Daar kan dan vervolgens mogelijk zelfs een stukje van mij gezien worden. Ik heb geen flauw idee of ze het daadwerkelijk uitzenden. Maar als ze het uitzenden en je vindt het leuk, dan zou ik zeggen, luister even goed wat er omheen gezegd wordt. En nogmaals, nieuws is nieuws, hè. Het is de media. Dus geloof niet alles wat je eventueel tegenkomt. Want ook de media die kan de boel flink aandikken. Maar ik ben ervan geschrokken. Ik zit er echt even over te denken. Ik maak dit als afsluiting. Ik ga naar huis toe. Skate nog aan natuurlijk. En we gaan de avond in. Tot ziens.